Vier leerlingen van werklab Bovenbouw kregen de volgende opdracht. Maak een lege auto volgens eigen ontwerp. Het moet een stevige auto zijn en je moet hem kunnen starten door de sensorknop in te drukken. Ten slotte moesten de leerlingen een programma maken dat de auto 2,5 meter laat rijden. Ik vind hem mooi. Wat zeg je? Ik vind hem mooi. Hierop druk gaat hij. Zit ook op een praktische plaats. Ik zoek deze, maar. Als je dat geïnstalleerd hebt, moet je even weten hoeveel rondjes die je moet draaien. Oh, dit kunnen we ook al. Ja, zeg dan. Wij hebben een auto zelf gemaakt en geprogrammeerd. En we gaan zo meteen van het witte papiertje naar het andere witte papiertje rijden. We hebben opgemeten met zo'n lang lineaal hoeveel het van hier tot daar was. Dat was ongeveer 2,50 meter. En we hebben de banden opgemeten. En dat was 18 centimeter. Hebben we dat gedeeld doorgedaan. Toen kwamen we uit op ongeveer 14. En nu op 14 wat? 14 keer... Rondom draaien, ja. En ja, ik laat het wel even zien. Wel de optikken, hè? Ja. Ja! Twee meisjes krijgen dezelfde opdracht. Ik heb een autootje gebouwd. En als je op een knopje drukt, dan kan die rijden. En als het goed is, komt die precies van dat blad tot dat blad uit. Hoe hebben jullie het uitgerekend? Wij hebben eerst de banden met een strookje opgemeten en dan kijken hoeveel dat was. En dan ook de afstand en dan gedeeld doorgedaan. En toen hadden we gekeken hoe vaak die rond moest, dat die aan de andere kant komt. Okay. En de omtrek van de banden was 18 centimeter. En dat was ongeveer 2,50 meter. En dat hebben we gedeeltelijk gedaan. Oké. Hoe werkt dat programma om de auto te laten rijden nu precies? Het laat eerst zien welke sensoren en actoren met de EV3-steen, dat is een soort computer, verbonden zijn. Linksonder zien we de tastsensor. Deze geeft de waarde 1... als hij wordt ingedrukt. Links en rechtsboven de actoren. Dat zijn in dit geval de aandrijfmotoren voor de wielen. Het werkt dus zo. Als ik straks op het groene pijltje druk, wordt het programma overgeseind van de iPad naar de auto. Dat gaat met Bluetooth. Dan komt hij hier. En dat hij hier is, dat kan ik hier zien, want dan ligt dit een beetje op. Hij gaat verder als de tastsensor wordt ingedrukt en op 1 komt te staan. Dan, hier gaat hij 14 rotaties maken. Dat staat er nog niet in, dat ga ik nu even doen. En nu kan ik het programma starten. Je ziet nu dat het gele bovenaan dat een beetje oplicht. En nu ga ik de tastsensor indrukken en dan gaan de motoren lopen. En dan zie je de groene balk oplichten. En hij maakt 14
rondjes. En toen hadden we dat gedeeld doorgedaan en toen kwam er uit hoeveel rondjes hij moest draaien. Jullie hebben hem niet voor de speech staan. Ik zet hem aan door op dit schakelaartje te omtalen. Maar ik kan er ook hierop drukken en dan gaat hij ook aan. Maar soms dan moet je hier zo op slaan, dan gaat hij weer uit. En... Ja. Wat heb je geleerd van deze opdracht? Ja, dat je goed een stroomkring moet hebben, anders gaat hij niet aan. Dan komt er geen geluid uit. Kun je die stroomkring aanwijzen, hoe die gaat? Ja, die gaat nu zo omhoog. Die gaat zo door alles heen en dat maakt al goed contact. Maar stel ik haal deze weg, dan doet hij het niet meer. Nou, wij hebben een kleine presentatie over de Tweede Wereldoorlog met wat vragen en wat antwoorden. Wat was de Tweede Wereldoorlog? De Tweede Wereldoorlog was eigenlijk een hele grote oorlog tussen, ja, eigenlijk over de hele wereld. Met de geallieerden, die landen, dat waren Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de Sovjet-Unie, Nederland, België en de Verenigde Staten. Wie veroorzaakte de Tweede Wereldoorlog? Nou, Hitler die veroorzaakte eigenlijk een beetje de Tweede Wereldoorlog, want hij werd kwaad omdat alle landen hem de schuld gaven van de Eerste Wereldoorlog. Dus toen wou hij dat Duitsland weer machtig werd en dat ze dachten echt dat hij de baas was, zeg maar, van de wereld. Dus toen heeft hij dat laten merken en daardoor ontstond de Tweede Wereldoorlog. Wat deden de Duitsers als ze wisten dat iemand een Jood was? Nou, of ze schoten hem ter plekke dood als ze diegene hadden gevonden, of ze deporteerden hun en dat ze, zeg maar, dwingen om werk te doen of dat ze hun naar een concentratiekamp brengen, zeg maar, met de trein. Anne Frank die zat ondergedoken in het achterhuis aan de Prinsengracht 263 achter een boekenkast. Dames en heren, als meneer Berend jullie nog wil filmen de aankomende weken, voor de website, dat kan natuurlijk wel. Dan hebben jullie nog tijd om het af te ronden, de tekeningen af te maken, te filmen. Hallo, gewoon te filmen. Dan sluiten we bij deze af. Ja. En je mag wel blijven, de wereld is er dan. Nee, het is 3 uur geweest. Dus, dank jullie wel voor het werk van vandaag.